Goedendag iedereen op deze 21 augustus 2021. Ja, Hulst busstation is op mijn fietsroute. Het is een pracht van weer vandaag. Maar terug niemand. Tenminste één reiziger die staat te wachten aan deze bushalte hier. Allee, aan dit busstation, toch wel een centraal busstation. Is toch wel, die bewijst van dat dat hier moet veranderen naar buslijnen die gaan tot winkelcentra's en dus ook wel expresslijnen. Ik zeg men is niets met een bus die tot Kloosterzande gaat en nadien dat je de taxi moet opbellen. Het is ieder hetzelfde verhaal. Zo na 10 minuten komt de bus hier voor Breda via Antwerpen, dus bus 19. En dus ook de bus 20 naar Hoes. Dus Hoes treinstation, 90 minuten reizen. Natuurlijk wel lang. En Breda is 2 uur. Dus het is wel 2 uur tot Breda. Dus hier is men aan de locatie Zandstraat. Zo, daar is de lijn 20. Dus er is nog altijd één reiziger hier aan het Hulst busstation. En terug belangrijk om mee te delen, dus vanuit de locaties Vogelwaarde, ja, zelfs Zaamsdag Kloosterzande, we hebben geen stadsbussen om naar het winkelcentrum te gaan. Of naar hier, je moet een haltetaxi reserveren 2 uur vooraf, om eerst naar hier te komen en dan eventueel over te stappen op de 20 of op de 19 naar Antwerpen. Dus ja, ik vind de werkwijze toch wel een beetje belachelijk. De meeste mensen vinden dat ook. Want deze grote bus moet met één reiziger vertrekken. Waarschijnlijk in Axel komen er wel nog enkel reizigers bij. Maar bon, de efficiëntie van het openbaar vervoer is dat de bussen moeten rijden naar de belangrijke plaatsen. Dat zijn winkelcentrums. Het station, dat is wel een feit. In Hoes, dus die gaat wel tot het station, maar 90 minuten. Dus over enkele momenten is de bus, komt de bus hier om naar Breda te gaan via Antwerpen. En er is hier nu werkelijk geen niemand. Hè. Zo, ondertussen zijn er twee reizigers bijgekomen, waarschijnlijk voor de bus 19. Ik zie ook wel regelmatig dezelfde mensen. Dus het kan wel zijn dat de bus 19 naar Breda gaat via Antwerpen met twee personen. Dus nog even geduld op de bus. Dus vertrek bus 20 na 2 minuten, bus 19 naar 4 minuten, maar is er nog niet. Dus nog eventjes geduld hebben hier. Zo, aankomst bus 19. Dus Breda station via Antwerpen. Dus Antwerpen, dat is maar één halte. Noorderplaats of Hallewijn, dat hangt er vanaf. Dus opnieuw, die bus 19 komt vanuit Terneuzen, gaat tot Hulst. Enkel hier kan je opstappen. Je ziet die bus voorbij rijden vanuit Vogelwaarde en andere locaties, maar je kan dus niet opstappen. Dus je moet eerst naar hier komen met de taxi. Dus dat je 2 uur vooraf moet reserveren. Dus altijd hetzelfde probleem. En dat remt af. Dan zeg je van, oh, ik blijf thuis. Ik ga toch niet met de bus. Ik neem een auto, ik neem de fiets. En dus ook idem op de avond. Hé. Hetzelfde scenario, komt hier toe. Heb je je taxi niet gereserveerd, mag hier 2 uur, ik heb het zelf meegemaakt, wandelen rond deze zone hier. Ook wel nog even leuk om te tonen, dus er is momenteel een promotie. Dus in de Dal, of in het weekend, zoals vandaag zaterdag,
We staan normaal hier van achter op de bus. Ja, hier is het. Nogmaals, nu elke rit 1,50 €. Dagje ontspannen, wij brengen je graag. Dus het is er aanwezig, 1,50 € om te reizen met de bus. Dus die bus 20 vertrekt met één reiziger. Het is echt ongelooflijk. Maar ik zeg opnieuw, je moet hier komen op eigen kracht. En daar zit het grote knelpunt. En zo, beste mensen, daar zal de bus 19 vertrekken naar Breda station. De provincie is dan natuurlijk wel van op de hoogte, maar dat verandert hier niets. Ik zeg, het feit dat je een taxi moet reserveren 2 uur vooraf om hier te komen, dat is al een laster, laat ons zeggen. Zo, de 19. Heel vriendelijke chauffeurs altijd. Voilà, maar er zitten 2 klanten in. Het is toch wel een feit, als je weet dat die bus naar Antwerpen gaat, op zo'n mooie zonnige dag, en moest die bus x aantal opstapplaatsen hebben, toch tenminste 3, 4, dan ben ik er zeker van dat die bus gevuld komt en niet met 2 reizigers moet vertrekken. Dat is toch maar logisch. Hier nog even bewijs, dus de lijn 10 rijdt niet op zaterdag, rijdt niet op zondag, dus de taxi tot hier en dan pas vertrekken met de bus 19. Zo, dat was nogmaals de X-reportage al editie van deze locatie hier. Ik kan er ook nog aan toevoegen, je komt hier de zaterdag toe met de lijnbus. Je hebt dus geen enkele bus om naar het winkelcentrum te gaan. Dus het verhaal ook, je moet 25 minuten te voet stappen door het Michelstadspad om naar de supermarkt te gaan of boodschappen te gaan doen of gewoon even de stad te gaan bezoeken en je mag terugkomen ook tot hier. Uitgezonderd als je juist de bus 20 hebt, dat je even naar de andere kant kan gaan van Huls, maar voor de rest heb je hier niets. Er is geen buurtbus op zaterdag en zondag. Dus ook de lijn had ook kunnen een halte hebben met winkelcentrum Hulst, maar blijkbaar komt dat er niet. Dus nog een tussenhalte, wat ik zeg, de bus komt tot hier en ja, ik zeg, niet iedereen kan een half uur gaan stappen tot die winkels. Dus voor de amateurs hier van Streetviews, iedereen kent al de route. Dus opnieuw hier tot het eindpunt, volledig naar rechts tot de Tivoliweg. Ja, en dan hier de keuze naar links via de dubbele poort, de Bierkaai, eventueel via de Markt, naar de andere kant van Huls, oftewel start hij hier. Terug even verder met het Michelstadspark daar. En ze zijn vertrokken naar het winkelcentrum. Zo, deze video zal ik hier eindigen. Ik zeg, deze route heb ik al veel in beeld gebracht. Dus hier het Michelstadspad met de fiets of de voet naar de andere kant van Hulst. Dus die video is terug ten goede van het openbaar vervoer. Om toch even die provincie duidelijk te maken van het is weekend. Er is een leuke bus naar Antwerpen, naar Breda. Maar men moet op eigen kracht komen tot hier. Omdat er geen andere bus is. En de taxi 2 uur vooraf reserveren. Ja, als er iemand belt en zegt, kom vandaag een keer af. Dan moet je al minimum 2 uur wachten op die haltetaxi. Vooral je dat hier kan komen. Dus ja, er is toch echt een probleem met de mobiliteit hier. Zo einde nog van deze reportage op deze 21 augustus 2021 te Hulst in de provincie Zeeland.